Alle vijf op een rij. Welkom bij Alle Vijf op een Rij, jouw dagelijkse talkshow waarin wij een boeiende haspengouwer beter leren kennen aan de hand van de vijf zintuigen. Vandaag bij ons te gast, filosoof en alkenaar Marnix van Langenaker. Dag Marnix. Goedemiddag. Ja, zeg Marnix, jij woont in Alken en ben je daar ook geboren? Ik ben daar niet geboren, maar mijn overgrootmoeder die was van Alken. Mijn vader is van Diepenbeek en mijn moeder is op 8-jarige leeftijd in Diepenbeek komen wonen. En dat is het begin van Haspengouwen. Ja. We hebben jarenlang op de grens gewoond, in Stevoort. En ik ken Haspengouwen vanuit mijn schooltijd ook. Ik ben in Zepperen naar school gegaan, ook in Sint-Truiden. En de laatste jaren van hun leven hebben mijn ouders na het verkopen van de boerderij een pand gevonden in Hoepertingen. En ik heb zelfs gewerkt in Hoepertingen, op het kasteel. Ja, Maria Gaarde. Juist, ja. Zo voel ik me toch wel heel erg Haspengouwer. Ja. En je zegt gewerkt in Maria Gaarde, je was daar directeur zelfs, hè? Ja, ik heb daar de leiding mogen nemen gedurende een vijftal jaren. Ja. En ik heb dat met heel veel goesting gedaan. Dat is een van de mooiste uitdagingen die ik op mijn pad gekregen heb. Ja. Het staat nog altijd als bezinningscentrum. En... Dat moet ik helaas tegenspreken. Oei, nee? Ja, sinds een half jaar is het kasteel in verheffing gegaan. En dat is erg te betreuren, want het is zo'n mooie plek. Ja. En dit is natuurlijk een pijnpunt voor Haspengouw zonder meer. Ja. Er zijn zoveel monumenten die moeilijk bestemmingen krijgen, die zich kunnen verduurzamen economisch. Ja. En ik ben bijzonder teleurgesteld door het sluiten van het kasteel, omdat ik echt wel geloofde, en nog steeds geloof, dat er een potentieel aanwezig is. Misschien wordt het later opgepikt. Ik zou het vandaag eens met jou ook willen hebben over een van onze zintuigen, de smaakzin, maar niks. Als je nu denkt aan Haspengouw, is er zo'n streekproduct dat je zegt, oh, dat proef ik zo graag. Ja. Is er zoiets? Als je me vraagt, moet het een product zijn, dan is het bijna iets alsof het moet samengesteld zijn. Alsof het gemaakt moet worden. Een grondstof? Ja, kijk, als de aardbeien rijp zijn, dan koop ik elke dag verse aardbeien. Ja. Om de hoek kan ik plukverse aardbeien halen. En daar kan ik niet genoeg van krijgen. Elke dag. En ik vind ook dat er niets boven een krakende hedelvinger gaat. Zo'n kers die wel iets bijzonders heeft van smaak. Hè. En ik vind soms dat die smaak van die kers niet lang genoeg kan duren. Waardoor, misschien, dat is het, mensen die pit zo lang in hun mond willen houden. Als de herinnering aan die knapperigheid en die smaakvolheid van die kers. Ja. Maar niks in andere afleveringen ga ik het zeker nog hebben, heel veel over filosofie. Mm. Maar mijn beeld van een filosoof is zo iemand die ook wel graag eens een glaasje drinkt. Heb jij dan een typisch Haspengouwers drankje dat je graag drinkt? Er zijn een aantal brouwerijen in Haspengouw. Er zijn filosofen die nooit een druppel gedronken hebben. Ah, oké. Okay. Maar ik drink zeer graag een goed glas. En we hebben zoveel aanbod hier van eigen wijngaarden en ook brouwers. Ja. Tussen haakjes, een van mijn beste vrienden uit de regio, dat is dan net geen Haspengouw, maar dat is Hageland in Kortenaken. Die heeft zijn academische carrière opgegeven om een brouwerij te starten. Tom Jacobs met een fantastisch project die daar antidood, een tegengif maakt tegen de samenleving, om daar een heel exquise druif, een heel exquise cider, dat maakt hij ook met de appelen en vooral heel bijzondere bieren. Maar niks, ik voel dat we nog uren door kunnen babbelen en we gaan het zeker doen in een volgende aflevering. Tot dan. Perfect. Dankjewel. Marnix van Langenaker, nog 4 afleveringen lang onze gast hier in Bij Alle Vijf op een Rij. Tot de volgende.